Oh. Kijk, wat een mooie lach. Wat is dat? Wat heb je daar? Ik heb hier twee bakken Nescafé, omdat de ouderen hier meestal blij van worden. Lekker ja. Koffie. Want wat gaan we doen eigenlijk zometeen? We gaan naar ouderen. Zijn het ouderen? Een rolletje maken en een bakje koffie erbij. Je denkt dat het ouderen zijn? Ja. Aha. En wat willen we van ze weten? Wat ze vinden van de wijk. Nee. Wat dan? Nee, van kattenkwaad. We hebben het over precies, over kattenkwaad. Wat is kattenkwaad? Wat is kattenkwaad? Dingen, gewoon, eigenlijk, ja, nee, geen niet jennen. Je hebt daar heel mooi op. Kattenkwaad gaat eigenlijk om onschuldige overlast, hè? Dus het gaat niet om hele vette overlast, maar gewoon stoute dingen, belletje trekken en dat soort dingen. Ja. En of ze dat vroeger hebben gedaan. Heb jij dat vroeger gedaan? Ja. Ja, nou, dan kan je daarmee beginnen. Want dan heb je een gemeenschappelijk iets. Gewoon zeggen dat je... Ja, hij zegt, of jij, mevrouw, meneer... Precies, ik heb vroeger belletje getrokken. Heeft u dat ook gedaan? En dan heb je gelijk een gespreksonderwerp. En dan heb je iets wat je gewoon samen hebt gedaan. En dan zo begint het gesprek. Hou op, Mandy! Dus nog een keer bakje koffie, dat is voor gezelligheid. Ja, en wat betekent dit nog meer? Ik weet niet. Want wat als je zit met elkaar en je bent koffie aan het drinken, is er stress? Nee. Nee, hè? Waarom is er geen stress? Nee, ontspannen. Ontspannen. Volgens mij is dat het belangrijkste, dat we gewoon een ontspannen sfeer creëren en dat we het hebben over stoute dingen van vroeger. Ja.